Ik heb sommigen van jullie al verteld van ik ben bezig met een onderzoek. Ik moet alles weten over camouflage, misleiding, het je verborgen houden voor de vijand. Omdat ik namelijk iets vermoed. Ik ben iets op het spoor gekomen en ik wil weten of dat klopt. Volgens mij zijn er vier mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is, de vijand ziet je. Dat is de slechtste situatie. Dan ben je in feite een schietschijf. De tweede situatie is, dat de vijand je niet ziet, maar hij weet dat je er bent. Maar nog een stap verder is dat de vijand niet weet dat je er bent. Dat is nog beter. Maar volgens mij is er nog een vierde mogelijkheid. De vijand gelooft niet dat je er bent. Als je actie onderneemt en je onderneemt die actie zo dat de vijand nog steeds niet gelooft dat je er bent, snap je wat ik bedoel? Dan heb je vrij spel. En ik wil jullie laten zien hoe je dat effect kunt bereiken. Dit is dus gewoon het hele stereotype beeld. Ik heb horentjes. Wie van jullie gelooft in het bestaan van zo'n wezen? Als je een karikatuur van jezelf in de wereld brengt, ja, dan geloven mensen niet meer dat je bestaat. Mijn vermoeden is nu dus dat er dus een leger is, ja, wat zich voor onze ogen verborgen houdt. Ja, en dat wel actie onderneemt, maar op een hele slimme manier. Die niet zoals hier met een verrassingseffect werkt, maar wat zich continu verborgen houdt. Wie of wat is dat leger dan volgens jou? Er zijn bovennatuurlijke machten en krachten in deze wereld. Maar wij hebben geen kerk van de duivel. Toch? Ik ben met mijn onderzoek bezig. Ik zal jou eens wat laten zien. De Satanic Bible. Als je het leest, jongen, de rillingen lopen je over de rug. Stel nou dat jij dus de mogelijkheid hebt om je heel goed te verbergen voor ons. Gewoon omdat jij van je aard, van nature, een ander wezen bent. Niet lichamelijk, bijvoorbeeld. Dus wij nemen jou niet waar. Als je inderdaad gelijk hebt, word je er wel stil van. Hoezo? Nou, omdat de dingen dan onverklaarbaar zijn die gaan gebeuren. Waar je eigenlijk zelf niks tegen kunt doen. Ben je nou niet bang dat die jou wat komt doen of zo? Jij bent natuurlijk een bedreiging voor je, maar jij gaat verkopen dat hij er wel bestaat. Maar daarom is het ook topsecret hier. Ja, zo in feite moet je heel erg bang zijn voor hem, of niet? Ik ben er niet echt bang voor, want wij hadden het er net ook over van dat hij veel macht heeft. En dat ik zei, hij heeft niet alle macht. Ik geloof ook in het bestaan van een god. En die god die is machtiger dan hij. Als Satan nou eens net voordoet dat hij god is. Helemaal juist, jongen. Dat is geen schokkende vraag. Maar dat is het, weet je dat? Want weet je waarom heel veel mensen die roepen van, ja, maar als God bestaat, hè, waarom is er dan zoveel ellende? Huh? Maar feitelijk is het zo dat Satan de God van deze wereld is. Huh? Zo wordt hij genoemd. Hij wordt genoemd de God van deze wereld. Hij is degene die de macht heeft over deze wereld. Hij doet zich voor als God. Ja? En omdat niemand gelooft dat de duivel bestaat, geven ze God de schuld van alle ellende die hij veroorzaakt. Vat je hem? Ja. Bedankt, hè. Ja. Je moet daar een verantwoord weten. Ja. Dat moet je niet te bereiken. Ja, het mooiste beeld is echt helemaal niks zien. Dat is een mooie streven, namelijk.